als keeper zijn, dan moet ik je een compliment geven. Ja, nou ja, we kunnen er grapjes over maken. Maar het was totaal niet mijn intentie om de bal, of in ieder geval de bal met mijn arm te raken. Of in ieder geval met mijn hand naar de bal te gaan. Dus ja, ik vind het wel heel zuur. Want de bal kwam naar jouw arm toe? Ja, maar van zo'n afstand maak je volgens mij nooit opzettelijk eens. Dan ben je wel een wereldkeeper. Nee, maar ik hou expres ook nog mijn arm, de ene voor mijn lichaam, de andere gewoon ja, naast mijn lichaam. Eigenlijk stijf naast mijn lichaam. En ja, hij schiet tegen mijn hand aan. Dus ja, volgens mij kan ik daar weinig aan doen. Wat heb je tegen de scheidsrechter gezegd? Ja, ik begrijp hem ook wel, want als ik hem niet raak, dan is het een doelpunt. Dus enigszins begrijp ik hem wel, alleen rood vind ik wel heel erg overdreven als het ware. Maar ja, enigszins begrijp ik de scheids ook wel, maar het is gewoon echt pure pech en ja, ook dat hij het ziet natuurlijk. Want waar raak je hem? Ik heb de herhaling overigens nog niet gezien. Mijn onderarm. Ik doe echt zo, zeg maar. En ja, dat komt precies tegen mijn hand aan. Vanaf, nou, het is het misschien 3 meter, dus ja, het is echt onbewust. Daarvoor hebben jullie een periode heel lang met een man meer gespeeld. Wat maakt dat jullie dat niet kunnen uitspelen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we staan dan 2-1 voor. En ik denk dat we ja, toch nog te graag voor die derde willen gaan. En dan zie je gewoon, natuurlijk met het thuispubliek erachter, die willen natuurlijk graag nog een goal erbij. Maar ik denk dat we gewoon nog zakelijker moeten zijn om gewoon nog die wedstrijden goed uit te spelen. En die voorsprong vast te houden, want aan een gelijkspel daar hebben we nu niks aan. Nee, de laatste tijd lijkt het alleen maar gelijke spelen te worden volgens mij. Ja, kijk, nou, uiteindelijk zeg je van ja, het einde van de rit telt elk punt. En natuurlijk is dat wel zo, maar nu heb je zoiets van nu willen we ook wel gewoon een keer weer die 3 punten over die streep trekken. En dat was een uitgelezen mogelijkheid vanavond, maar ja, het is niet zo gebeurd. Deze streep kende ik, er staat nu een streep bij. Heeft dat te maken met het kindje wat de komst is? Nou, dat is wel een goeie, ja. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel.